Hulp aan Irak. Initiatiefnemer zit hier naast mij. En jij bent uh, Albert Groothedder. Je woont in Kampen. Inderdaad. En uh, ik wil graag van je weten, waar is dat initiatief vandaan gekomen? En hoe ben je naar Irak gegaan? Best wel een lang verhaal. Waar dat initiatief vandaan gekomen is, mijn vrouw en ik uh, keken, het was in september 2014, keken naar het journaal. En toen kwamen die journaalbeelden langs van die vluchtelingen. Je ziet die vluchtelingen die met elkaar op die berg zaten in Sinjar, provincie in Irak. Die be beelden die, uh, kunnen veel mensen zich wellicht herinneren. Uiteindelijk zijn die mensen, na een paar dagen, zijn ze ontzet. En er zijn voedseldroppings geweest. Maar mijn vrouw en ik keken elkaar aan toen we dat zagen. Van wat verschrikkelijk dat dit gebeurt op dit moment in deze wereld. En wij zitten ondertussen hier netjes op de bank, veilig. En we doen niks. En we kunnen niks doen, alhoewel kunnen we echt niks doen. Het hield ons bezig. We hebben het ook in het gebed gebracht bij, uh, bij God. We zijn christen. En we uh, hebben ook gewoon heel open aan God, uh, tegen God gezegd van... als u wilt dat wij wat voor die mensen gaan betekenen... wilt u dat dan duidelijk maken. En het was niet, uh, niet toevallig dat we diezelfde avond uh, Matthäus 25 lazen in de Bijbel. En in dat gedeelte zegt Jezus dat zijn volgelingen... ik zeg het even in hun eigen woorden op hem lijken als ze medemenselijkheid betonen. En dat als je een beker koud water als het ware geeft aan je naast in hulp... dat je daarin als het ware de handen vormt van Christus. En uh, nou dat, dat trof bij ons, uh, ons doel. En wij dachten van, ja, wat wil God daarmee uh, tot ons zeggen? En toen hebben we eigenlijk uh, gewoon een proef gehouden. We hebben tegen elkaar gezegd van... Nou, we zouden naar Irak kunnen gaan. Nou, het was de gedachte dat ik dat zou gaan doen. Um, maar dat gaan we niet alleen doen, want dat is gewoon onverantwoord. We leggen het opnieuw aan God neer in het gebed. Als u wil dat wij die mensen daar, met name ook de christenen die daar toen vervolgd werden en verjaagd uit hun, uh, hun steden en dorpen, als u wil dat wij die gaan opzoeken, wilt u dat ons, ons duidelijk maken? En we vinden het heel moeilijk en we weten eigenlijk niet of het wel mag en of het wel kan en of het wel verantwoord is enzovoort. Maar als het uw wil is, wilt u er dan voor zorgen dat binnen nu en een week Theo, dat is mijn zwager, eh, contact met ons opneemt. Um, want dat was een beoogde reisgenoot. Uh, en dat zouden we dan beschouwen als, uh, als een soort groen licht. Waarom Theo, mijn zwager? Allereerst omdat ik heel goed met hem kan opschieten. Maar. Um, nou, we, we spreken hem niet heel vaak, maar ik weet dat hij tegelijkertijd wel een heel groot stuk me medemenselijkheid, uh, of ja, echt, echt veel medemenselijkheid heeft. Um, en tot onze grote verbazing, uh, nou, ik denk binnen 24 uur kreeg ik zowel een belletje als een sms'je van hem. Van, joh Albert, een tijd hebben we elkaar niet gesproken, hoe gaat het met jullie? Uh, zullen we weer eens bellen? Nou, dat was uh, voor ons een heel duidelijk signaal. Toen stond voor mij min of meer het uh, stoplicht op groen. Uh, maar hij had er een probleem bij, want ik zei van... joh, wat mooi dat je belt, dat is niet zonder reden, want zus en zoon. Hij zegt van oeh, nou ja, goed, <laughs> ik snap dat jij het nu weet... maar ik weet het nog niet of ik wel die kant op moet... want het is allemaal niet zonder gevaar. En, um, toen heeft hij uh, nou, het ook in het gebed aan God voorgelegd... en um, hij uh, heeft ook gevraagd of God het hem duidelijk wil maken... En hij lift heel veel. En die maandag moest hij in Kampen zijn. Voor college. Hij studeert theologie. En uh, hij uh, ging terug naar zijn woonplaats liftend. En hij stond bij de M50. En hij werd opgepikt door een man uit Wezep met zijn vrouw. En hij raakte in de auto aan de praat. En het bleek dat die man uit Jawel, Irak kwam. Hij was Jezidi En zijn familie was gevlucht voor de IS. En nou, hij... Theo zei zo van, joh dat is niet toevallig dat ik bij u in de auto zit. En uh, nou, ze raakte aan de praat en uh, hij vertelde van uh, welke gedachten hij had. En toen zei die man, uh, ik kan je helpen. Ik heb familie in Irak. Uh, we kunnen zorgen dat je daar vervoer hebt enzovoort. Uh, dus als jullie meer informatie willen en zo, hartelijk welkom. Nou, en dat was voor hem eigenlijk ook wel overduidelijk van ja, ik kan hier niet in Nederland blijven, ik, uh, ik moet met Albert mee. En we zijn vervolgens op bezoek gegaan bij dat, bij dat echtpaar, die man en die vrouw. Met elkaar gesproken, contactgegevens uitgewisseld, ook van familieleden in Irak. Tickets geboekt en zijn uiteindelijk daadwerkelijk naar Irak gegaan. En wat, wat, trof, je daar, wat trof je daar aan? We kwamen aan in, uh, op de luchthaven van Erbil, dat is de hoofdstad van Koerdistan. Dat is het, een noordelijke provincie van Irak. Die provincie is uh, nou, voor een belangrijk deel autonoom. En die provincie zo, was ook heel welvarend. Uh, dus we kwamen aan midden in de nacht op de airport. Uh, een prachtige luchthaven. Uh, maar er stond niemand op ons te wachten, dus we stonden daar met onze koffers uh, op de airport. Maar er was een hele vriendelijke man, die wilde ons wel naar een hotel brengen. En dat hotel was weer van familieleden van die Nederlandse jezidi die we hier hadden ontmoet. Um, en uh, nou, daar hebben we toen overnacht en de volgende dag zijn we dus daadwerkelijk uh, naar de vluchtelingen toegegaan. Die hebben we opgezocht. En wat we daar aantroffen was, was, was uiterst schrijnend. Um, wij uh, gingen naar Irak in oktober 2014. En dat was eigenlijk het moment dat de hulporganisaties ook aan het opschalen waren. Dus er was nog lang niet overal hulp voor de vluchtelingen daar. Dus we hebben gezien dat mensen onder bruggen sliepen. We hebben mensen verdwaasd op parken zien, zien ronddolen. Um, we hadden heel veel uh, kleding meegenomen. In, in onze bagage in het vliegtuig. Dat hebben we uitgedeeld. Um, en ja, het is gewoon ongelooflijk hoe, hoe desperate, hoe. hoe uh, vreselijk moeilijk die mensen het, uh, het daar hadden. Het, uh, ik zelf kon het redelijk, redelijk verwerken allemaal. Maar mijn zwager heeft echt gewoon slapeloze nachten van gekregen. Van wat, wat hij daar allemaal uh, heeft meegemaakt. Ook de verhalen van de mensen als je dan uh, nou ja, zo'n vluchtelingenkamp of zo'n uh, parkeergarage waar dan mensen slapen. Als je die dan, dan bezoekt en mensen je aanbieden om een, een glas thee met ze te drinken. En je vervolgens met ze aan de praat raakt en hun verhalen hoort, dan, uh, dan schrik je echt. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik wil ook nog even met jou hebben over de mensen die je daar aantrof, hun verhalen, uh, hun vluchtroutes, wat ze meegemaakt hebben, wat ze achter hebben moeten laten. Kun je daar nog een voorbeeld van geven? Eén voorbeeld: een gezin: 14 familieleden. Zij praten er altijd in families in het Midden-Oosten. Dus opa, oude oma. Aantal broers met hun vrouwen en hun kinderen. Uh, ze hadden een klein Kia-busje. Ze woonden in uh, Karakos, een christelijk stadje in de buurt van Mosul. Uh, ze werden gewekt midden in de nacht. ISIS kwam eraan. Het, dorpje werd, uh, het stadje werd beschermd door Koerdische troepen, maar die sloegen op de vlucht. Dus de bevolking ging erachteraan. Uh, ze hadden geen tijd om dingen mee te nemen. Dus ze sprongen in het busje met zijn veertienen en uh, zijn uiteindelijk richting Erbil gereden. Dat is een, uh, een autorit van, nou, ik, ik vermoed als je normaal door kunt rijden, misschien een uur. Maar goed, dat hele dorpje stroomde, stadje stroomde leeg. Dus mensen kwamen in de file terecht voor de checkpoints richting Koerdistan. Want ja, die wilden ook niet iedereen zomaar binnenlaten, uiteraard. Want misschien zaten er is strijders onder. Um, in die file zijn vreselijke dingen gebeurd. Uh, want de achterste auto's in de file, die uh, die troffende is strijders die uh, kwamen, die vluchtende achterna. Dus ik heb bijvoorbeeld een jonge man gesproken die daadwerkelijk een kogel door zijn haar heeft voelen, voelen zweven zeg maar, vliegen, um, en die het uiteindelijk wel de veilige, ja, de veiligheid wist te bereiken. Um, maar goed, je staat in de file, je hebt geen drinken, het is daar heel warm. Een moeder. Met een klein kindje van een paar maanden oud. En het, uh, het jonge meisje uh, is gestorven in de armen van de moeder. omdat ze geen drinken meer had. En uh, ja, de zon brandde op, uh, op de auto. En het was, het was gewoon verschrikkelijk. We zijn op die plek ook geweest bij die checkpoints. En er stonden nog steeds auto's in de berm van mensen die ze hebben moeten achterlaten. en die rennend langs de file richting de veiligheid zijn gegaan. Uh, dat is het verhaal van die familie van veertien mensen. We troffen ze weer aan in Erbil. Ze zaten in een, in een voormalige groentewinkel. Ze hadden wat zeilen en doeken voor de etalageruiten gehangen. En daar verbleven ze met hun veertiende. Ik ben er in een week tijd zijn we er drie keer geweest. De eerste keer was, was de oude opa goed te spreken. Um, maar de laatste keer troffen we hem niet meer aan. Dus we vroegen aan de familie wat er met hem aan de hand was. En uh, het bleek dat, uh, dat hij een, uh, een hartkwaal had uh, gekregen. En dat hij dus was opgenomen in een ziekenhuis. En de familie was uiteraard erg, erg verdrietig hoe het nu verder moest. Um, tegelijkertijd is de gastvrijheid dan van die mensen ontzettend groot, want ze nodigen je wel uit om te eten. En we hebben, om gewoon wat gezelligheid te brengen, hebben we met ze een, een kaartspelletje gedaan. Ze hebben ons uitgelegd hoe dat werkt. Het was een spelletje uit het Midden-Oosten. En de kinderen knuffelbeer gegeven en de jongen wilden graag een voetbal. Dus die hebben de volgende dag gekocht en er gebracht en het is heel mooi om dan ook de blijdschap te zien in de gezichten van die mensen. Het zal allemaal wel op je netvlies nog uh, staan, of niet? Zonder meer. Het zijn met name, kijk, mensen kunnen opgaan in de massa. Maar als je gesprek hebt met individuen, en dat hebben we ook veel gehad, die mensen vergeet je niet. Dat, dat is gewoon, ja, die, die ontmoetingen zijn, die, die, die blijven me heel mijn leven bij. En ik heb ook nog steeds een, een familie waar ik beloofd heb dat ik ze ooit nog een keer kom opzoeken. Ze hebben ons hartelijk uitgenodigd om ze weer op te zoeken, mocht de vrede ooit weer uh, terugkeren. Dus ik heb een foto van hun huis en uh, ik hoop ze dan op te zoeken in Karakos, dat, uh, dat bewuste christelijke stadje. En ik hoop dat ik ze daar weer in gezondheid en in levende lijven mag aantreffen. Ja. Uh, Albert, ik bedank jou uh, tot zover over je bijdrage van hulp aan uh, Irak. En ik ga nu met degene verder praten die de coördinatie voor zijn rekening heeft. Dankjewel, tot zover. Graag gedaan, bedankt.